Rudy Strijker, directeur van het Stadsmuseum in Almelo. Ik heb gehoord dat u weggaat. Hoe zit dat? Nou, dat klopt. Ik ga weg omdat ik na 18 jaar het genoeg vind. Het museum is vernieuwd, er staat een goed museum. De educatie is goed op poten gezet. Wij zijn goed vertegenwoordigd in de gemeente en in de regio. Het is klaar, het is tijd voor de volgende stap. En voor dit museum, dus iemand anders mag die stap gaan maken. Wat staat hier in het museum wat nergens anders staat? Almeloze geschiedenis. En Almeloze geschiedenis ook in de zin van kunst. We hebben heel veel schilderijen. En die zijn typisch voor Almelo, zijn Almelo geschilderd. Bijvoorbeeld Evert Mol is een havenschilder uit Den Haag en Rotterdam. Hij heeft havens geschilderd, maar kwam dan ook naar Almelo om daar de haven te schilderen. Er zijn verschillende portretten van, of schilderijen van, in ons bezit en in het gemeentelijk bezit van Almelo. En binnenkort zijn die hier te bewonderen trouwens, en langdurig gebruikelijk krijgen die. Zo weten de meeste Almelo's helemaal niet dat Almelo een stad was voordat Enschede of Hengelo, dat was op Borne. Vanwege de handel vanwege het water, dat was natuurlijk heel klein, maar er was wel overslaghandel hier. Van die kleine riviertjes en dan via de Regge uiteindelijk naar Zwolle en over de Zuiderzee naar Amsterdam. Dus je zou ook kunnen zeggen dat de zandsteen, de Bentheimer zandsteen die gebruikt is voor het paleis op de Dam, via Almelo vervoerd is. En die trots hebben absoluut heel weinig Almelo's, veel te weinig Almelo's erkennen of herkennen dat of weten dat zelfs. Zij voelen zich te lang het ondergeschoven kindje en de arme stad. En dat zijn ze eigenlijk al lang niet meer. Dus ik heb ook laatst eens tegen iemand gezegd van, kom op Almelo, wees eens wat trotser op jezelf. En gelukkig zie je dat nu ook met de komst van veel high-tech bedrijven naar Almelo. Het is heel belangrijk voor de stad. Maar de basis, die laten wij hier ook zien. De vergeten basis laten wij hier zien. Dus het is wel degelijk belangrijk voor een stad als Almelo om een stadsmuseum te hebben. Welkom allemaal, ook de docenten van het Nordic en vrienden van het museum. Het is een heel mooi eigenlijk dat voor de tweede keer nu de tentoonstelling wordt georganiseerd. En dat is eigenlijk, duidt dat op dat er een samenwerking is ontstaan tussen het Nordic en het Stadsmuseum. En dat is toch eigenlijk wel heel uniek, dat hebben we nog niet eerder meegemaakt. En daar zijn wij als Stadsmuseum heel erg blij mee, want het biedt jullie ook de kans om de zaken die jullie maken, en ze mooie dingen maken, niet alleen op school te exposeren, maar in een echt museum. Het is toch wel echt een unieke kans dat wij hier in het Stadsmuseum mogen tentoonstellen. Dus nogmaals, bedankt aan de leden van het Stadsmuseum die dat hebben toegelaten. En nog beter, dat het nu in het jaar mag. En het mooie is dat je echt een verloop ziet van het begin van klas 4 naar het eind van onze klas 6. De opdrachten die we doen worden steeds vrijer. In klas 4 hebben we de opdracht gekregen dat we een fabeldier moesten maken van klei. Nou ja, die opdracht is eigenlijk een beetje voorgekoud. Je mag zelf bedenken wat je gaat maken, maar het moet van klei en het moet een fabeldier zijn. In klas 5 hebben we een opdracht gekregen, mensbeeld. Kon je kiezen mensbeeld en beweging. Nou, die interpretatie die je daarbij kan maken is al veel vrijer. Sommigen hebben bijvoorbeeld gekozen om echt hun hoofd af te beelden en anderen hebben voor een hobby gekozen die ze leuk vinden. En in klas 6 hebben we dan de opdracht gekregen meesterproef. En nou, dit was helemaal vrij. Je mocht zelf je thema bedenken en wat je ging maken en welk materiaal je daarvoor ging gebruiken. Dus die opbouw vond ik zelf wel leuk.